Hi Job hier, ik ben YouTuber. Super nice dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn YouTube kanaal. Voordat deze video begint, doe een like op deze video als jij weet wat de Floor is Lava inhoudt en wat dat is. En abonneer op mijn YouTube kanaal als je het zelf eens een keer hebt gedaan. Ik ben heel benieuwd hoeveel van jullie de Floor is Lava kennen en hoeveel van jullie het al eens een keer hebben gespeeld. De Floor is Lava, jullie kennen dat natuurlijk wel. In ieder geval, ik heb laatst eens een keer een video geüpload waarin ik een soort van de Floor is Lava map probeerde te maken in Minecraft. En die map ben ik jammer genoeg kwijt. Mijn excuses daarvoor. Maar omdat ik hem kwijt ben, dacht ik van weet je, ik ga jullie blij maken. Ik heb allerlei verschillende soorten mods geïnstalleerd. En met die mods wil ik een super episch The Floor is Lava parcours voor jullie gaan maken. Hoe epic is dat? En ja man, daar wil ik gewoon mee bezig gaan vandaag. Het leek me echt een super leuk idee om het zeg maar ook echt te doen met stoelen en zo. Omdat ja, bij de Floor is Lava Challenge is het natuurlijk most of the time ook echt zo. Dat je op meubelen moet springen en zo. Om zeg maar de challenge te overleven. Dus om het op die manier te doen leek mij ook heel erg leuk. Nu hoop ik alleen dat als ik hier zo lava tussen ga plaatsen. Wat is dit? Bucket of fake lava? Is dat nep lava? I don't know. Maar nu leek het mij dus een leuk idee. Ik ga wel even echte lava gebruiken, dat is een beetje weird. Nu leek het mij dus een leuk idee om het dus ook echt met meubelen te gaan doen. Als ze maar niet in de fik vliegen. Want dan hebben we wel een probleem. Kijk, als deze niet in de fik vliegen, kunnen we hiermee dus een echte The Floor is Lava challenge maken. Zoals het net echt ook gaat. En dan moet je dus gewoon zo snel mogelijk ja, op alle meubelen springen. En dus niet in de lava terechtkomen. Want in de Floor is Lava Challenge is het natuurlijk vanzelfsprekend zo. Dat als je wel in de lava terechtkomt, dat je het niet overleeft. En dat je dus eigenlijk gewoon ja, dood bent, zou je wel kunnen zeggen. Dus je moet uitkijken voor de lava. Ik doe heel even snel de options op peaceful. Want ik heb namelijk... Wat is dat daar? Oh, dat is een vleermuis. Ik wil aan het zeggen van, is dat nou een draak of zo? Want ik heb namelijk geen zin in allerlei vervelende dingen. Oké, welke dingen zullen wij gebruiken voor in de Floor is Lava Challenge? Zullen we ook gewoon tv's en zo gebruiken? Dat zou wel echt super grappig zijn, dat je ook gewoon op een tv moet springen. En dan de andere tv die staat... Oh, what the hell? Je kunt gewoon tv kijken, ben je serieus? Kun je ook tv... Ja, je kunt ook tv's op tv zetten. Oké, luister. Dan gaan we dus echt een soort van tv... parcours maken. En die tv's die gaan steeds hoger van elkaar vandaan zitten. You get me. You get me fam. Oké, kijk op deze manier. Zo. Ja, man. Dit is fantastisch. Deze mag ook even weg. En wat we dan dus doen is hieronder doen we dus overal lava. Want inderdaad, als je zeg maar de sprong niet goed maakt, dat je dan dus eigenlijk al gelijk te pineut bent. Nou, waar gaan we de challenge beginnen? Ik ga hier even een lijn zo maken. Pakken we even deur erbij en die plaatsen we zo nu en dan ergens, zodat we op die manier het parcours moeten gaan proberen te doen. Wat zullen we doen? Zullen we het met tafeltjes doen? Of met... Nee, we gaan van die dozen doen. Van die typische verhuisdozen. Die gebouwen. Oh nee, die kunnen niet. Oké, jammer. Een bad. Oh my god, dat bad is echt gewoon huge, man. Oh, dat is op zich wel leuk. We doen het inderdaad met een bad. Kunnen we het bad ook vol doen met water of niet? Misschien kunnen we er water in doen. Oh, nee, dan kan je moeten eerst een watersource bij zitten. Daar heb ik geen zin in. Een computer, jongens, meisjes. Hopelijk zonder vieze websites erop. Knipoog. Oké, zo. Dus dan gaan we via computer naar computer. En dan weer naar computer. En dan op die stoelen. En dan op die tv's. En dan op die manier moet je proberen. Dit is wel echt leuk, jongens en meisjes. Dit is wel gewoon een echte The Floor is Lava Challenge. Nu denk ik dat het ook wel leuk is om iets te gaan doen met Lucky Blocks. Ja, dat is wel leuk. Ik heb een leuk idee. En dan ga je dus via de Lucky Blocks ga je verder. Zo. En dan val je uiteindelijk naar beneden. En dan moet je alle Lucky Blocks openmaken voordat je verder mag. En dan gaan we er ook even heel sneaky, zonder dat iemand het door heeft, gaan we er een Unlucky Block tussen zetten. You get me. En dan gaan we het zo verder doen. En hier gaat dan vervolgens de Floor is Lava Challenge weer verder. Aan het einde van de video ga ik hem natuurlijk ook uitproberen, jongens. Dat lijkt me vrij, ja, vanzelfsprekend. Een toilet, ja. Je moet op toiletten terechtkomen. Kijk, hoe leuk is dat? Maar is dit mogelijk? Ja, dit kan. Oké, ik heb een leuk idee. Nu gaan we het echt een beetje moeilijker maken. Zo. Want zeg maar, dit ziet er misschien makkelijk uit, maar dat is het dus gewoon niet. Als je zeg maar op deze manier van tv naar toilet, van tv naar toilet moet gaan. Dan is de kans best wel groot dat je per ongeluk toch even in de lava terechtkomt. Wat mij hier ook alweer bijna gebeurde. Oké, zullen we nu een soort van doolhof maken van lava. En dat allemaal gemaakt van muren van tv's. Dat je zeg maar niet naar de zijkant kunt gaan. Waardoor het dus een stuk lastiger wordt. Want dat betekent dus dat je geen ja, foute bewegingen kunt maken eigenlijk. Daar komt het een beetje op neer. Dan doen we dit zo allemaal dicht maken zo. Hop, 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 hop. Hoppakeetje. En dan plaatsen we hier een tv. Is dat mogelijk? Huh? Ja, dat kan. Nee, niet in de fik. Nee, nee, nee. Mijn tv die moet niet in de fik vliegen, jongens. Want dan zijn we de pineut. Dat zou jammer zijn. En dan zetten we er hier een neer zo. Kan dat? Huh? Ja, dat kan. Oké, cool. En dan moeten we nu... Ik heb een leuk idee. Wat er dan vervolgens gebeurt... En dat lijkt mij echt een fantastisch leuk idee. Is dan kom je hier zo terecht... En hier is dan een... Is dat een dropper of een dispender? Dat is een dispender, geloof ik, ja. Dan krijg je zeg maar een soort van...
speciaal effect over je heen gegooid. Die dispender die zetten we dan hier neer zo. En dan moeten dan fire resistance potions in zitten. Doen we er gewoon even een paar in, dat het ook een paar keer bruikbaar is zo. En dat moet dan doorgaan. Moet even kijken, een button. Nee. En pressure plate. Zodat als we erop terechtkomen, dat hij ook echt daadwerkelijk aangaat. Dus dat is dan op deze manier zo. Oké, en dan mag je dus gewoon even lekker door de lava heen zwemmen voor een tijdje. En dan is hier uiteindelijk de finish. En die moeten we natuurlijk even goed aangeven, hè, dat het de finish is. Door, oh shit, wat doe ik? Mensen moeten overduidelijk weten dat het de finish is. Dus wat moeten we doen? We moeten daar even iets neerzetten. En dat doe je geloof ik met white en met black. Daarmee kun je zeg maar wel een soort van, ja, een soort van finish maken, denk ik. Zoals het normaal gesproken ook is. En dat is geloof ik op deze manier zo. Zo. Hoppakee, jongens. De Floor is Lava Challenge in Minecraft. En ik wil wel dat er eigenlijk een soort van vuurwerk afgaat op het moment dat je het gehaald hebt. Dus die mag van mij hier zo zitten, die dispender. En dan moet er een redstone moet hier tegenaan komen zo. En dan moet hier weer een pressure plate staan. En als we het dan gehaald hebben, weet ik dat er allemaal firework uit... Wow, wat is het voor zwaard? Skullfire sword. Oh my god, die zit heb ik geen firework. Oh, dit is geen firework. Oh jawel, vuurwerk TNT. Dat is ook cool. Zetten we dat gewoon zo neer. Kijk. Ja, fantastisch jongens. Oké, we gaan het uitproberen. Ja, voordat de hele boel hier afbrandt, wil ik het één keer uitgeprobeerd hebben. De Floor is Lava Challenge. Gemaakt door DutchTuber. Uitgetest door DutchTuber. In Minecraft. I hope you guys are ready. Nogmaals, doe een like als je weet wat de Floor is Lava Challenge is. En let's go jongens, in survival. Oké, we beginnen dus bij een soort van bad. Oké, hier wordt de eerste sprong al een beetje Nee, kom op. I need to survive this. Ik bedoel, ik heb deze zelf gemaakt. Kom op jongens. Huh, spring. Nee, kom op. Oké, nice. Wacht even, game mode 1. Zo, even resistance, potion of... Nee, healing, potion of healing. Kom op jongens. We moeten onszelf natuurlijk niet te moeilijk maken. Game mode 0. Oké, nice. Oké, cool. Oké, nu krijgen we dat lucky block gedulte. Wat natuurlijk best wel lastig kan gaan worden. Ik hoop niet dat het zometeen alles kapot gaat maken. Oh my god. Kom op, laatste. Oké, nice, we made it. Oké, snel. Ik gooi even een potion op mezelf. Oh, wat? Ik zit op het toilet. Lol. Oh my god. Nee. Shit. Oké, snel, ga verder. Hoppakee. Jongens en meisjes. Ik heb dit zelf gecreëerd. Dus ik moet het ook zelf kunnen halen. Oh my god. Snel. Spring. Oh nee, ik ga denk ik dood. Ik ga dit niet halen, jongens. Snel. Fire resistance. Nice. En dan dit zo. Ik denk dat ik hem gewoon ga halen, jongens. Dan moet ik hier nog doorheen komen. De Floor is Lava Challenge is natuurlijk een heel ding, hè. Nog steeds in Nederland, in het buitenland, overal eigenlijk. Dus het is een leuk iets om dit een keer in Minecraft te kunnen doen. En ik vind het niet eens heel slecht gelukt of zo, mijn parcours. Ik vind het op zich nog best wel leuk. Zullen we afspreken dat ik bij de 10.000 likes op deze video, als we dat überhaupt gaan halen, kan is wel klein, I guess. Maar dat ik dan een downloadlink in de beschrijving ga zetten van deze man. Oh my god, dat was een dom idee. Dat was een vreselijk dom idee. Oh my god. What did I do? Oké, we gaan even game mode 1, because I'm not gonna survive this. Ja, nee, laat maar. Een downloadlink van de map, dat wordt hem al niet. Ik heb zojuist de hele map gewoon verpest, jongens. Kom, we gaan de Floor is Lava Challenge doen met villagers. Dat lijkt mij een leuk idee. Wat is dit? Oh, dat is een hero brein villager. Oké, villagers. De Floor is Lava. Snel. Oh nee, jongens en meisjes. De Floor is Lava met villagers gaat helemaal fout. Loopt helemaal uit de hand. Bij elke villager die dood gaat, zie je trouwens zo'n grave staan. Zeg maar zo'n grafsteen. Hè? Dat is nieuw. Nieuw, dat heb ik toegevoegd als een mod. Dus dat is op zich best wel leuk. Nee, maar dit is fantastisch toch, jongens en meisjes. En de Floor is Lava. Weet je wat we nog even gaan doen? We gaan eens even een speciale Lucky Blokken de Floor is Lava Challenge creëren voor onszelf. Vinden jullie dat geen fantastisch idee? Wacht even over die lava gesproken, die fake lava. Wat is dat dan? Ga je dan niet dood als je daarin terechtkomt? Ah, dan kun je gewoon instaan. Dat is fake lava, oké. Of heb ik nog een... Oh, ik heb nog fire resistance. Oké, maar dat zal dus waarschijnlijk wel zo zijn. Oké, even een lucky block. De Floor is Lava Challenge, jongens. Hop. Zo, game mode 0. Clear. Oh, shit. Clear. En zonder caps. Zo, let's go, jongens. Kom op, alleen maar goede dingen. Ik wil alleen maar goede dingen zien. Yes, ik heb epische chain gear gekregen. Like a boss. Ik bedoel, we zijn natuurlijk wel echte Minecraft-bazen. Kom op, jongens. Ik wil het gewoon halen. Hoe episch is dat als we dat ook nog even snel doen? Oh my god, allemaal zieke shit. Die kist die mag van mij kapot. Let's go. Oké, nice. Gaan we het halen? Yes, jongens en meisjes. Ik heb de Floor is Lava Challenge gehad. Lekker veel XP, lekker veel diamonds, lekker veel goede dingen. Vond je dit nou een leuke video? En wil je meer van dit soort video's op mijn YouTube-kanaal zien? Doe dan sowieso een dikke vette like. Abonneer op mijn YouTube-kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Ik vond het fantastisch om te doen, jongens en meisjes. En laat in de comments weten nogmaals
of jullie de Floor is Lava kennen. En abonneer dus even op mijn YouTube kanaal als je weet wat de Floor is Lava is. En als je abonneert, ben je natuurlijk ook gewoon een opperbaas. De grootste baas die er is. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Adios.